De wind en het water, dat is een herinnering, die gaat nooit meer weg. Lia Bruggeman was bijna 18 jaar tijdens de watersnoodramp in 1953. Ze was de dochter van de dijkopzichter en woonde in het hoogst gelegen huis in Batenoord. De plek dus waar dorpsgenoten hun toevlucht zochten voor het hoge water. Ik denk dat er op een gegeven moment er was 70, 80 mensen in huis zaten. Hier was het. Tot het raam stond het water. En die deur die kwam natuurlijk zo naar voren. Dus toen heeft mijn vader er twee palen tegengeslagen tegen de wc-deur en de keuken. Ik met mijn zus heb daarop gezeten tot het water ging zakken en dat het niet meer verder kon. En toen heeft de burgemeester heeft wel allemaal chauffeurs gebeld of ze met de auto wilden komen. Dat de mensen die daar bij ons in huis zaten, dat die naar Nieuwetongen komen. Nou ja, die hebben we ingeladen. En daar is er eentje van de Nieuwetongen gekomen, verder is mijn dammen van de dijk gespoeld. De evacuatie mislukte. Juist toen de auto's naar Nieuwetongen vertrokken, brak de dijk. De meeste inzittenden verdronken. Ook de ouders en drie broers van Andries Bruggeman, de man van Lia, werden door de vloedgolf meegesleurd. Toen kwam mijn man terug en die zei, we hebben niks meer en die auto's zijn allemaal van de dijk gespoeld. Want 2 uur was het en dat hoorde hij bij ons in huis. Het was gewoon of dat er een bom viel. En dat bleek toen later dat die dijk doorgebroken was. Dat werd het huisje daar zo, daar zaten toen helemaal een heleboel mensen boven. Hebben we toen de vlot gemaakt, hebben zo die mensen hier zo naar ons toegetrokken. Ja, als je dan de andere morgen naar buiten mag, je ziet dan zo'n meisje drijven. Ja, toen begrepen we natuurlijk dat, ja, dat er weinig meer teruggekomen was. Zaterdag worden de slachtoffers van de ramp herdacht tijdens meerdere bijeenkomsten op Goeree Overflakkee. Bij die in Nieuwetongen zal Lia bloemen leggen.